Goedemorgen allemaal, heel hartelijk welkom en ook iedereen een heel gezegend nieuwjaar. Dat geldt natuurlijk voor u allemaal, maar ook voor onze broeders en zusters en alle anderen. Heel hartelijk welkom en ook een heel gezegend nieuwjaar. Dat geldt natuurlijk ook voor broeder Strietman. U zult ons voorgaan met het dienen van het woord, met als thema hoe nu verder. Een mooi thema en we zien er naar uit. Gods zegen wens ik u nog toe. Ook is er vandaag, u ziet het al, viering van het heilig avondmaal. En de liederen die we vandaag zingen en eigenlijk ook al gezongen hebben, die zijn opgegeven door broeders en zusters die niet meer hier kunnen komen. Dus ook op die manier zijn we nog meer met elkaar verbonden in Jezus zijn naam. Ik wil graag een tekst met u lezen uit Klaagliederen. Klaagliederen 3. En boven Klaagliederen staat zo mooi lijden en hoop. In Klaagliederen 3, vers 22, daar staat: het is de goede tierenheid van de Heere dat wij niet omgekomen zijn, dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze, elke morgen. Groot is uw trouw. Dat willen we ook graag gaan zingen. Groot is uw trouw, o Heer. Als het enigszins mogelijk is, graag staand. Ik begin het nieuwe jaar niet zo goed, want ik vergeet helemaal, het staat hier met grote letters op mijn papier, om de mensen van RTV Hattem heel hartelijk welkom te heten, dus bij deze.
Ik wil graag met u een zegen vragen over deze dienst. Dank u wel, Vader in de hemel, dat u het bent, Heer, die ons met elkaar verbonden heeft. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw trouw. Dank u wel voor uw genade, Vader, elke dag opnieuw. Dat ze groot zijn, iedere morgen. Dat u ons kent, Heer, dat u weet, Heer, of we moeite hebben, of zorg, of pijn. Dank u, Heer, dat we toch telkens mogen zien op u. Dat we u ook mogen vragen of u deze morgen zo bij ons wilt zijn. Wilt u ons zegenen? Heer, wilde u ook de kinderen hierna zo zegenen? Wilt u ons allen een gezegende dienst geven? We vragen het u in Jezus' naam. Amen. We willen graag ons volgende lied zingen en dat is 197 uit Johannes de Heer. Volle verzekering, Jezus is mijn.
Ik wil u ook al een gelukkig en een gezegend 2024 toewensen. En bij mij bovenaan het papier staat, we zijn weer 1 jaar dichterbij. De mededelingen. Wat betreft de zieken willen we uw gebed vragen voor zuster Ellie. En morgen wordt ze opgenomen in het ziekenhuis en zal een heupoperatie moeten ondergaan. Ook vraag uw gebed voor zuster Gerry. Ze woont hier iets verderop. Ze heeft op dit moment een hele moeilijke periode en ze vraagt ook uw gebed. En aanstaande woensdag wordt onze broeder Ben geopereerd in het UMCG in verband met het verwijderen van de tumor in zijn gezicht. En we vragen ook voor hem uw gebed en we wensen onze broeders en zusters met hen alle andere zieken veel sterkte en Gods nabijheid toe. Dan, als u het bettennieuws hebt gelezen, we gaan naar Marokko. Al jaren collecteren we voor het gemeentestichtenwerk onder de onbereikte volkeren. En de afgelopen 2 gemeenteavonden hebben we dit besproken. We hebben Arie Verduin uitgenodigd van Kamer Zending. En hij heeft ons geholpen dit handen en voeten te geven. En het is dus concreet en we gaan Moussa en Esther ondersteunen. Zij doen gemeentestichtendwerk in Marokko, in Casablanca. En in het bettennieuws en op de website staat er veel meer over. En later komt er nog meer informatie. Voor nu heb ik even 3 foto's op het prikbord geplakt van Moussa en Esther en hun gezin. Dan heb je ook voor ogen wie dat zijn. Als gezin hebben wij dus jaren in de zending gezeten in Cambodja. En ik werkte daar samen met pastor Njan. En we reisden wel eens naar de hoofdstad en we moesten zo over het noorden rijden. En iedere keer dat we er langs reden, zeiden we tegen elkaar, hier moeten we nog een keer naartoe. Daar moeten we nog een keer het evangelie verkondigen. En dan moest je dus rechts afslaan en van de eerste meter was het al een slechte weg. En het was een beetje ons gezegde geworden. Iedere keer als we naar Phnom Penh, naar de hoofdstad reden, zeiden we, hier moeten we nog een keer naartoe. En dat ging jaar in en jaar uit. En weet je het einde van het verhaal? Ze kwamen zeg maar midden uit het oerwoud, kwamen ze bij ons. En ze vroegen, wanneer komen jullie vertellen van de Heer Jezus? Je schaamt je soms diep als zendeling. Maar ik heb een beetje een déjà vu in dit. Want wij praten hier al 5 jaar over en wij zijn ook een beetje aan het klungelen geweest. 5 jaar praten we al over ondersteunen van onbereikte volken, gemeentestichten daar. En het heeft 5 jaar geduurd. Maar nu gaat het dan toch gebeuren. En ik hoop dat we allemaal meedoen. En het is eerst een klein project. En we hopen natuurlijk in de toekomst dat ook vanuit onze gemeente mensen naar de onbereikte volken gaan om daar gemeentestichtend werk te doen. Maar nu hebben we ons verbonden voor 5 jaar. €250 per maand. Dus als je dat rekent, dat is €1 per persoon hier per maand. Nou, dat moet wel kunnen, toch? Ja. Volgende week zaterdag is er weer een jeugdavond. Iedereen vanaf 12 jaar van harte welkom. Begint om 7:30. Zondag 14 januari, dus volgende week zondagavond, is er de 18+. En dat is ook vanaf 7:30. Beide bijeenkomsten zijn hier in het jeugdgebouw. Dan, we zijn dankbaar dat Jaël de doop heeft aangevraagd en op 28 januari zal ze gedoopt worden. Wanneer u ook een keuze wilt maken om Jezus Christus als uw persoonlijke redder en verlosser te aanvaarden en ook gedoopt te worden, kunt u contact opnemen met een van de oudsten. Ook zal er op 12 januari, dat is aanstaande vrijdag al, een studieavond over de doop worden gehouden. Iedereen die zich laat dopen of over de doop nadenkt, is van harte uitgenodigd. Ook deze bijeenkomst begint om 7:30 en is in het jeugdgebouw. Dan hadden we met kerst een oliebollenactie. Met nieuwjaar, sorry. Oudjaarsdag. En totale opbrengst van de oliebollenactie voor Roemenië is €760. Iedereen die ze gegeten heeft, hartelijk dank. Dan achter in de zaal, daar is een informatietafel. Als je na de dienst wilt doorpraten over de dienst of over het geloof, of je bent nieuw hier en wil graag meer weten over de gemeente, ik zal daar staan. En dan kunnen we het daar met elkaar over hebben. Vanavond zal spreken broeder Wobers en de dienst begint om 7:00. En de collecte voor vandaag is bestemd voor algemene doeleinden. En nog even reclame, u kunt de collecte ook geven via onze nieuwe Better Hattem app. Mag ik u voorgaan in gebed?
Vader in de hemel, wat mooi is het, Heer, dat we zo ja, met elkaar zo het nieuwe jaar weer mogen beginnen. Heer, dat we deze dienst en het komende jaar zo weer in uw handen mogen leggen. Heer, met Paulus willen we ook zeggen, Heer, dat niet meer ik, maar Jezus Christus leeft in ons. Heer, dit komende jaar, Heer, wilt u ons daar ook in meegaan. Heer, dat dit ook waarheid zal zijn in alle aspecten van ons leven. Heer, hier in de gemeente, Heer, maar ook thuis, waar we, op de plek waar we werken. Heer, wilt u ons daarin helpen en wilt u ons daarin tegemoetkomen, dat in alles wat we doen, Heer, dat we u de lof en de eer mogen brengen. Vader in de hemel, en zijn we dankbaar dat we vandaag het avondmaal mogen vieren. Heer Jezus, dat we mogen gedenken, Heer, dat wat u voor ons hebt gedaan, dat u plaatsvervangend voor ons bent gestorven, dat u bent opgestaan uit de doden en dat we daarom ook het leven mogen hebben. Heer, we loven en we prijzen u. Heer, en als we dan voor vandaag broer Strietman hebben uitgenodigd om hier uw woord te verkondigen, wilt u hem ook daarin helpen? Heer, en dat wij die toehoren. Heer, dat uw woorden en met al hun rijkdom in onze levens mag leven. Vader in de hemel, we hebben ook gelezen over de zieken. We hebben gelezen, Heer, over de operaties voor deze week. Heer, we willen graag onze zuster Ellie bij u brengen. We bidden voor de heupoperatie. We bidden voor onze broeder Ben. Heer, als hij geopereerd wordt aan de tumor. Vader in de hemel, ons gebed is, Heer, dat u hen de rust wil geven. Dat u de handen van de doktoren wilt zegenen. Heer, ons gebed is, Heer, dat het ook goed mag komen. Heer, daarom dragen we deze twee personen zo aan u op. En we bidden voor uw leiding, voor uw zegen. Heer, en uw nabijheid. Het is best een moeilijke week. Vader in de hemel, zo bidden, Heer, voor zuster Gerrie, Heer, als zo de afgelopen twee weken zoveel op haar afgekomen is. Heer, we bidden voor haar en ook haar man en het gezin. Heer, wilt u hen ook nabij zijn, ook wijsheid geven, Heer, wat ze nu moeten doen, of ze daar moeten blijven wonen, of dat ze moeten verhuizen. Heer, we bidden ook voor hen. Vader in de hemel, we zijn dankbaar dat we als gemeente zo betrokken mogen zijn bij verschillende projecten. Heer, als we nu ook met elkaar instappen, Heer, samen met twee andere gemeenten in het project in Marokko. Heer, wilt u ons daar kunnen helpen, Heer, dat we dat ook zullen volhouden en dat we er met elkaar ook achter zullen staan. Heer, we bidden, Heer, voor Moussa en Esther en de kinderen. Heer, dat zij ook zo uw nabijheid zo mogen ervaren. Heer, als ze daar gemeentestichtend werk doen en het is een hele andere wereld, een hele andere leefsituatie dan wat wij kennen. Heer, waar je niet openlijk het evangelie mag verkondigen. Vader in de hemel, wilt u hen uw wijsheid geven. Heer, en wilt u het werk van hun handen zegenen. Heer, dat de gemeenten gesticht mogen worden. Heer, dat mensen gered mogen worden voor de eeuwigheid en mogen worden opgebouwd in het geloof. Heer, dat in dit alles, Heer, dat u ook hierin de eer mag ontvangen. Heer, we zijn ook zo dankbaar, Heer, dat we er mogen uitzien naar de doopdienst aan het eind van deze maand. Heer, we danken voor Jael en de keuze die zij daarin heeft genomen. Heer, dank u, Heer, dat u ook haar tot u geroepen hebt en dat zij een kind van u is. Heer, we danken, Heer, dat ze dan nu ook die stap neemt, Heer, om gedoopt te laten worden. Heer, we dragen haar aan u op, wilt u haar bewaren en dat ze met veel vreugde deze maand zo mag ingaan en dan mag toeleven naar de doopdienst. Heer, we bidden ook voor anderen die hier misschien over nadenken of willen bestuderen. Heer, we bidden ook voor hen, wilt u hen ook zo leiden. Heer, dank u wel. Dank u wel, Heer, dat wij zo vandaag weer bij elkaar mogen komen. Jong en oud, Heer, wij dragen alles aan u op. En we verwachten het van u, ook vanochtend weer in Jezus' naam. Amen. Wil graag nog een lied met elkaar zingen en dat is opwekking 688, Genade zo groot. Twee weg te zijn. Genade zo groot.
willen graag nog één lied met elkaar zingen voor ik de dienst overdraag. Dat is opwekking 640, ik hef mijn ogen op naar de bergen. Goedemorgen. Het onderwerp waar ik vanmorgen een moment bij stil wil staan, dat is hoe verder naar de kerstdagen, en het zou te lang worden, maar ik had er ook bij kunnen zetten, en naar oud en nieuw, naar al die feestdagen die we hebben gehad. Die feestdagen kunnen voor sommige mensen niet zo makkelijk zijn. Als je ziek op bed ligt, alleen, en je denkt aan al die mensen die gezellig bij elkaar zitten, gezellig samen eten, gezellig die oliebollen opeten die we hier allemaal gekocht hebben, dan kan dat vervelend zijn. Als je een geliefde mist en je bent alleen thuis en je denkt aan al die anderen, dan komt de eenzaamheid extra naar je toe. Als je dan het nieuws aandoet en je ziet dat er weer zoveel mensen zijn omgekomen in de Gazastrook, dat er weer een tsunami is geweest, dat er weer mensen zijn die hebben een oog en een hand eraf geblazen met een cobra met oud en nieuw, enzovoort, enzovoort, dan word je daar niet vrolijk van. En dan kan het soms heel lastig zijn. En dan is het goed om na te denken, wij gaan weer verder,
Maar hoe gaan we nu verder? En hoe kunnen we weer verder? Kort geleden had ik een goede vriend op bezoek. En ik weet niet of u het kent, zo'n spelletje kaarten. Waar je dan een vraag hebt die je moet beantwoorden. En dat is heel leuk om zo elkaar te leren kennen. En eens aan de praat te komen over andere dingen. Dus ik zeg, joh, ik heb zo'n setje kaarten. Ik zeg, zullen we dat eens doen met elkaar? Dan komen we nog eens aan de praat over andere dingen. En toen kreeg ik de vraag, welke ontmoeting zal je bijblijven? Toen dacht ik, nou, ik heb zoveel ontmoetingen die heel bijzonder waren. Maar toen dacht ik aan Jim Irwin, de astronaut. Ik heb, dat is nu alweer 30, 35 jaar geleden, een dag opgetrokken met de astronaut Jim Irwin. In die tijd vertaalde ik heel veel. En Jan van der Bos, die had Jim Irwin naar Nederland gehaald en die wist dat ik veel vertaalde. Dus die had mij gevraagd, Joop, zou jij dan met hem willen optrekken en hem willen vertalen? Dus hij sprak bij allerlei gelegenheden voor de burgemeester en in de kerk en een samenkomst hier en een samenkomst daar. Ik zal die ontmoeting nooit vergeten. Eén ding wat mij ontzettend opviel is dat die Jim Irwin was zo doodkalm. Doodkalm. Die was niet in paniek te krijgen. En toen dacht ik, ja, dat is voor een astronaut ontzettend belangrijk. Wat er ook gebeurt, geen paniek. En vertelde hij dat hij is dus in 1971 met de Apollo 15 naar de maan geweest. En hij was daar de achtste mens die voet op de maan zette. En hij was de eerste die op de maan in een karretje heeft gereden. Hij vertelde dat als je op de maan naar de aarde kijkt, dan is de aarde prachtig mooi. Een schitterende, kleurrijke knikker in het heelal. Heel anders als dat wij van hieruit naar de maan of naar planeten kijken. Schitterend mooi, zegt hij. En toen zei hij was een gelovige man, hij was op de maan, hij keek naar die prachtige aarde daar in de verte. En toen heeft hij iets besloten. Toen besefte hij dat het veel belangrijker is dan dat wij een mens op de maan hebben gezet, is het feit dat God zijn zoon op die aarde daar gezet heeft. En op de maan besloot hij in 1971, als ik terugga naar die aarde daar, dan wil ik de rest van mijn leven daaraan toewijden om mensen dat te vertellen. God heeft zijn zoon op deze aarde geplaatst. Dat zal ik nooit vergeten. Met kerstgedachten alleen komen we niet erg ver. Kerstgedachten kunnen vaak van die zoetsappige dingen zijn. Maar als je dan verder moet met dood, met ernstige ziekte, met nieuwsberichten over verschrikkelijke oorlogen in deze wereld, wat heb je dan aan zoetsappige gedachten? Daar heb je helemaal niks aan. Waar je wel wat aan hebt, is aan dingen die werkelijkheid zijn, die realiteiten zijn. En dan denk ik dat wij verder kunnen gaan met realiteiten die wij hebben geleerd, waar we van hebben gehoord met het kerstfeest. Dan denk ik aan Matteüs 1, vers 20 tot 23. Die woorden die blijvende kracht hebben in ons leven als we de toekomst tegemoet gaan. Men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent God is met ons. Dit wordt geschreven in het Matteüs-evangelie door de Jood Matteüs. De Jood Matteüs. Voor Joden was God zo groot, was ondenkbaar. Je mocht zijn naam niet uitspreken, je mocht zijn naam niet opschrijven. Om dan te denken dat in Jezus God met ons kwam, dat is eigenlijk ontzettend bijzonder. Dat een Jood zulke dingen zou zeggen. Want kerstrealiteit 1, dat is dat God
zielsveel van ons houdt. Dat hij zoveel van ons houdt. Zoveel van jou houdt en van mij houdt. En van alle mensen houdt. Dat hij dat gedaan heeft. Zoals staat in 1 Johannes 4 vers 9. God is liefde. En hierin is die liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld heeft gezonden, opdat wij zouden leven door hem. De liefde van God is hierin geopenbaard. Hieraan kunnen wij het kennen. Hierin heeft God dat laten zien, heeft God dat bewezen, dat hij zijn enige zoon naar ons gestuurd heeft. Dat hij zo ver is gegaan, dat God dat gedaan heeft, dat is onvoorstelbaar. En daarin laat God zien dat hij zo zielsveel van ons houdt. Als Jozef hoort dat zijn vrouw zwanger is, dan wil hij in stilte van haar scheiden. Hij houdt van haar, hij respecteert haar. Hij wilde maar niet een hoop fanfare van maken, maar in stilte wil hij wel afscheid van haar nemen. Want zo wil hij niet verder met haar. En dan komt er een droom en in die droom een engel die tegen hem zegt: het kind dat zij draagt is verwekt door de Heilige Geest. En dan zie ik in gedachten later Jozef en Maria krijgt een dikke buik. En dan komen de mensen en die zien die dikke buik en die kijken Jozef aan. En dan zegt Jozef: ja, dat is van de Heilige Geest. Kun je dat voorstellen? Kun je dat voorstellen? Wat een onbegrip zal er geweest zijn. Maar dit laat zien dat Jezus niet zomaar een goed mens is. Dat Jezus niet zomaar een groot leraar is. Nee, in Jezus is God zelf in mensenvlees naar ons toegekomen. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dan tegen me zeggen en die tegen jou zeggen: ja, hij die hemel en aarde heeft gemaakt, dat geloof je toch zelf niet. Daarom zal de Heer zelf u een teken geven. Staat er in Jesaja, een tekst die geciteerd wordt door Matthäus. De jonge vrouw is zwanger. Ze zal een zoon baren en hem Immanuel noemen. Honderden jaren van tevoren werd dit geprofeteerd. Nou, dat Jezus God met ons is, daarin is Matthäus niet de enige die dit naar voren brengt. De apostel Johannes, die schrijft aan het begin van het evangelie zoals hij dat heeft beschreven: de wereld is door hem ontstaan. Ik denk aan de apostel Paulus. Er zijn veel teksten die ik van hem zou kunnen citeren. Die schrijft in de Colossenzenbrief: in hem is heel de goddelijke volheid aanwezig. Apostel Petrus die schrijft: onze God en redder, Jezus Christus. Hij is niet zomaar een mens. Hij is God zelf. Als mens onder ons gewoond. Onvoorstelbaar. En dan Jezus zelf die zegt: ik ben van voor de tijd dat Abraham er was. Mensen die moeite hebben met de wonderen die beschreven zijn in de evangeliën, en die zo zeggen: ja, hoe kan dat nou? Wel, als je dit accepteert, dan vervliegen je problemen met de wonderen die in het evangelie staan beschreven, als sneeuw voor de zon. Hij is degene die hemel en aarde heeft gemaakt. Dat is kerstrealiteit nummer 1.
Kerstrealiteit nummer 2, dat is omdat hij dat gedaan heeft, omdat hij als mens onder ons gekomen is, onder ons gewoond heeft, omdat hij dat gedaan heeft, begrijpt hij in alles ons waar wij doorheen gaan in dit leven. Want hij is echt een mens geweest. Onvoorstelbaar. De God die wij aanbidden is als jou en mij een mens geweest. Hij heeft honger gekend. Hij heeft dorst gekend. Hij is vermoeid geweest. Hij was echt één van ons. En dan zie je dat hij daarin ons begrijpt in waar wij doorheen gaan. Hebreeën verwoordt het zo krachtig. Hebreeën 4 vers 15. We hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar we hebben er wel een die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht geweest. Maar zonder te zondigen. Hij was één van ons. Hij begrijpt ons. Ik heb een paar jaar geleden mijn vrouw verloren. Als ik daar met mensen over praat, met name met mannen die hun vrouw nog hebben, dan komt het moment in het gesprek dat die man tegen mij zegt, ja Joop, ik kan het me ook niet voorstellen dat ik mijn vrouw niet meer zou hebben. En dan zeg ik altijd, ik zeg nee, dat kun je ook niet. Maar dat hoef je ook niet. Geniet maar van haar. Geef haar vanavond nog maar eens een hele dikke knuffel. En zeg hoeveel je van haar houdt. Zolang je elkaar nog hebt. Want je kunt het je niet voorstellen. Maar ik heb 3 vrienden. Onvoorstelbaar. Goede vrienden. Niet zomaar vrienden. Goede vrienden. Allemaal van mijn leeftijd. Die allemaal binnen een jaar tijd hun vrouw verloren hebben. Bizar. Maar als wij met elkaar praten, dan begrijpen we elkaar. Dan hebben we niet veel woorden nodig. We weten precies waar we over praten. Nou, dat is onze Jezus voor ons. Hij begrijpt waar wij doorheen gaan. Er staat in Hebreeën 2... Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, omdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Jezus begrijpt jou en mij helemaal. Zal ik een opsomming noemen van wat Jezus allemaal heeft meegemaakt? Jezus was een vluchteling. Jezus is opgegroeid in grote armoede. Jezus werd verzocht. Jezus was bedroefd bij het graf van een overleden vriend. Jezus werd niet begrepen. Jezus werd gehaat. Jezus was beangst voordat hij naar het kruis ging. Wordt dat woord letterlijk genoemd. Hij was beangst. Hij was verlaten. Hij heeft het meegemaakt dat de Vader in de hemel zijn gebed heeft afgewezen toen hij vroeg, wilt u deze beker aan mij laten voorbijgaan? Zijn gebed werd afgewezen. Jezus begrijpt jou en mij in alle dingen waar wij doorheen gaan. Dat is kerstrealiteit 2. Dus de eerste is, hij houdt zielsveel van jou en mij. De tweede is, hij begrijpt jou en mij in alle dingen waar wij doorheen gaan. En kerstrealiteit 3 is, wij zijn niet alleen. Want hij is bij ons. Het christelijk geloof wil religie maken tot relatie. Hij kent mij, hij houdt van mij. Maar dan komt het moment dat ik hem ook leer kennen en dat ik ook van hem ga houden en dat religie tot relatie wordt. Dat is de blijvende kracht van het woord van God. Men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent God met ons.
Kerstrealiteit 3 is: we zijn niet alleen, maar God is bij ons. Rijdend in de auto van Soest naar Hattem vanmorgen dacht ik: ik moet eens uitzoeken hoe vaak dat wel niet in de Bijbel staat. En zie, ik ben met u. Hebreeën 13 vers 5 is een tekst die de afgelopen jaren ontzettend veel voor mij betekend heeft. Ik las deze woorden de dag voordat mijn vrouw en ik hoorden dat mijn vrouw een ernstige, agressieve kanker had. Na een half jaar van een foute diagnose. Ik las die woorden. Dat was Gods woord voor mij. Wees tevreden met wat je hebt. Hij heeft zelf gezegd: ik zal je beslist niet loslaten. Ik zal je beslist niet verlaten. God is bij ons. Kort geleden preekte ik in een plaats en er kwam een man naar me toe. Die had ook zijn vrouw verloren. 60 jaar getrouwd geweest. Maar de man had een flonkering in zijn ogen. En toen zei hij tegen mij, die oude baas. Hij zegt: broeder Strietman, het klinkt misschien heel vreemd, maar ik mis mijn vrouw eigenlijk niet zo. God is zo dicht bij me. Ik keek hem aan, ik zeg: man, wat is dat mooi dat je dat kan zeggen. Ik kan dat ook zeggen, maar ik kan niet zeggen dat ik hem niet mis. Maar dat is onze God. God is bij ons. En als we ons hart daarvoor openen, en als we daar tijd aan geven om daarover te denken en die woorden in ons hart te laten inzinken, dan zullen we dat ook gaan beleven en gaan ervaren dat we niet alleen zijn, wat we ook meemaken. Veel belangrijker dan dat wij een mens op de maan hebben gezet, is het feit dat God zijn zoon naar de aarde heeft gezonden. Hij houdt zielsveel van jou en mij. En de tweede realiteit, wat was dat? Weet je het nog? Hij begrijpt ons. Waar je ook doorheen gaat, hij begrijpt je. Hij is er geweest. En de derde realiteit is: we zijn niet alleen. Hij is bij ons. Nou, daar kunnen we verder mee. Na de kerstdagen, het nieuwe jaar tegemoet. Hartelijk dank, broer Strietman. We gaan samen het avondmaal vieren. Heb jij een overzicht van het verloop van de dienst van mij? Ja? Nee? Staat er nu een lied gepland of nog niet? Staat er één gepland? Nee, het moet niet. Ik vraag even wat het schema is. Weet je niet? Nee? We kunnen eventueel 576 zingen. Dat sluit mooi aan bij de preek, volgens mij. 766. Ja, dat is het slotlied. Okay. Welke gaan we zingen? 576. 576. Uit Opwekking. Mijn eer in u,
Ja, we mogen samen het avondmaal vieren. En wanneer we het avondmaal vieren en wanneer wij van het brood eten, dan mogen we samen gedenken. Ja, dat wat ook net genoemd is in de prediking. En God is mens geworden. Hij is naar de aarde gekomen. Hij is bewust die weg gegaan naar Golgotha voor ons. En daar mogen we hem ook voor danken. En wanneer wij samen drinken van de wijn. En we mogen samen ook gedenken dat hij is gestorven voor ons aan het kruis. Zijn bloed gevloeid tot vergeving van onze zonden. Nou, als je hier te gast bent vandaag, of bent vandaag... het is de eerste keer zeg maar, dat u zegt, nou, ik zou wel graag willen meedoen aan het avondmaal. Dan is het zo, we hebben het een open avondmaal. Het betekent ook al bent u vandaag hier alleen maar voor bezoek, je bent hier maar één keer. Maar als u graag mee wilt meedoen met het avondmaal, en de Heer Jezus is uw Heer en uw Verlosser, dan bent u van harte uitgenodigd om mee te doen. Natuurlijk wel onder de voorwaarden wat de Bijbel ook zegt, dat je wel in vrede leeft met de ander. Of tenminste dat in ieder geval van jou kan, dat je er alles aan hebt geprobeerd om in vrede te leven met de ander. Maar als je zegt, nou, ik zou vandaag voor het eerst mee willen doen hier met het avondmaal, dan hebben wij de gewoonte, dan willen we vragen, als kan om even te gaan staan en je naam te zeggen en te bevestigen dat de Heer Jezus jouw verlosser en Heer is. Zijn er mensen hier die voor het eerst willen meedoen met het avondmaal? Helemaal achteraan. Nou, mooi. Van harte welkom, mooi dat je er weer bent. Mooi. Van harte welkom. God zegen. De meneer daarachter. Ja, mooi, bedankt. Jullie? Ja, we zijn Ronald en Jan Schoonveld. We zijn blij dat dit moment is gewonnen. En we zijn blij dat God is hier bij. Mooi, heel mooi. Van harte welkom. Mag ook weer gaan zitten. Nou, mooi dat we dan samen aan het avondmaal mogen gaan. Voordat ik vraag dat de broeders naar voren komen, stel ik voor dat we samen eerst in stil gebed gaan. En dan zal ik het gebed afsluiten. Heer Jezus, wij danken u. We danken u, Heer, dat u inderdaad, Heer, dat u naar de aarde bent gekomen. Heer, dat u de weg van lijden bent gegaan. Om uiteindelijk te sterven aan het kruis en weer op te staan uit de dood. En dat we dat nu samen met elkaar mogen vieren, Heer, daar willen we u voor danken. Heer, maar ook heel persoonlijk, Heer, we toch bidden. Heer, dat wij nooit zullen vergeten dat wat u voor ons hebt gedaan. Heer, en als er dingen zijn in ons leven, Heer, die niet dat eer en glorie van u zijn, die zondig zijn, we toch bidden, wilt u ons vergeven. Heer, dan mogen we weten, Heer, dat uw woord zegt, Heere God, dat u bent getrouw. Heer, wanneer we onze zonde belijden, Heer, dan zult u het vergeven. Heer, we loven en we prijzen u. We zijn dankbaar voor uw genade en uw liefde voor ons. Amen. Als zij die gevraagd zijn om te helpen met uitdelen, naar voren willen komen, dat zou mooi zijn. In Colossenzen hoofdstuk 1, daar staat, en hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek, uit uw slechte daden nu ook verzoend. In het lichaam van zijn vlees door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast
en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik Paulus en dienaar geworden ben. Het is een mooie verse wat gaat over de verzoening die we mogen hebben met de Heere God door Jezus Christus. We laten zo het brood rondgaan. En willen we vragen of je het brood nog even wil vasthouden, zodat we samen tegelijk kunnen eten. We hebben ook glutenvrij. En Gert zal glutenvrij uitdelen. Zijn er mensen die glutenvrij brood willen hebben? Dan graag even de hand opsteken. En David-Jan, zou je willen binnen? Ja, Vader, wat is het goed, Heer, dat we dit jaar ook, Heer, hiermee mogen beginnen. Heer, zo de basis, Heer, van dat u naar deze aarde kwam. Heer, dat u, Heer, de relatie die we kapot was gegaan, Heer, weer wilde herstellen. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u uzelf volledig heeft gegeven, Heer. En Heer, ik wil u ook bidden, Heer, dat we... Ja, u heeft uzelf volledig gegeven dat u ook volledig zal zijn in ons leven. Heer, ik wil u danken, Heer, voor dat u wilde sterven voor mijn zonde, voor onze zonde. Heer, we willen u loven en aanbidden ervoor, Heer. In Jezus' naam.
Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik ook u heb overgeleverd. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden het brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruik van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is een nieuwe testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Juf, zou jij willen bidden voor de beker? Ja, Hemelse Vader, Heer, wil zo danken dat we zo dit avondmaal mogen vieren, Heer, aan het begin van het jaar, Heer. Wat een rijkdom, Heer, om dit jaar ook zo met u te starten, Heer. En Heer, wil ook zo danken, Heer, dat u zo de onderste weg bent gegaan, Heer. Uw bloed voor ons gevloeid heeft, Heer. En Heer, u zegt het ook in uw woord, Heer. Tijdens het avondmaal, Heer, doe dit tot mijn gedachtenis. Heer, en dat we ook zo mogen gedenken, Heer, hoe u voor ons geleden heeft, Heer. En onze zonde heeft gedragen aan het kruis, Heer. Heer, en wil u danken daarvoor, Heer. Dank u voor uw kostbaar, dierbaar bloed, Heer. Waardig is het lam gezeten op de troon, Heer. En zegevierend voor altijd, Heer. En ik wil zo uw zegen vragen over deze wijn, Heer. Amen. Inderdaad, we vieren het avondmaal met wijn. Maar we hebben ook druivensap. En Gert zal rondgaan met de druivensap. Zijn er mensen die voorgegeven hebben aan druivensap? En er zijn er heel veel. Als Gert langskomt, help hem alsjeblieft even.
zijn bloed voor ons vergoten. Nu tijd voor een open gebed. Als u hardop een gebed wil uitspreken, dan is daar nu tijd voor. Dan zal ik het afsluiten. Heer Jezus, we danken u dat u naar ons bent toegekomen. Heer, u kent ons. Heer, u bent met ons. Heer, u laat ons nooit alleen. Heer, wij danken u en we loven en prijzen u. Amen. Mogen we zitten, bedankt. Wat is het slotlied? 765. Mag ik u vragen om te gaan staan? We gaan samen het slotlied zingen. Opwekking 765. Thank you.
hartelijk dank. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en u werken wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid en alle eeuwigheid en de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Wens u wel thuis. We hebben nog koffie en thee.